ben Janke. Ik ga jullie vanavond rondleiden voor, achter de schermen, waar ik ook maar kan komen. Ik moet even naar beneden lopen. Hopen dat het heel goed gaat. We zitten voor uw informatie in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En het is hier prachtig, kan ik u vertellen. Heeft u zin in vanavond? Ja, ik moet hem hebben. Heeft u ook een beetje nog lang nagedacht wat u aan ging trekken? Nee, eigenlijk niet. Hebben jullie er een beetje zin in vanavond? We hebben er enorm veel zin in vanavond. Ja, we mogen op de eerste rij zitten. Ik wil wel dat al deze mensen de zaal ingaan. Journalisten zijn soms niet vooruit te branden. Voor de kijkers thuis, wie ben je en wat doe je precies? Ik ben organisator. En ik organiseer. Mooi jurk gedaan. Dank u wel. Deze livestream kun je, als je nog niet zit te kijken, of als je vriend nog niet zit te kijken, of je moeder nog niet, stuur ze naar www.detegel.info. Zoals je ziet staan we nu echt backstage. Joop Daalmeijer staat nu op het podium. Wordt geïnterviewd door Jurgen, hij is de voorzitter van de Stichting De Tegel. Het begint hier nu echt. Alles is afgezet, jongens. Even bukken. Kijk, want als je hier kijkt, hier staan ze dan, de tegels. Die dingen zijn zwaar. Die zijn aardig zwaar. Mag ik helemaal niet aankomen. Tegeldame staat hier zo meteen ook ergens. Ik ga nog aan haar jasje trekken. Jurkje, ze heeft een mooi jurkje aan. Dit is Mike. Gaat het allemaal goed? Het gaat heel goed. We hadden gerekend op 3 mensen, maar er kwamen er maar 2. Dus, maar ik had paniek. Nou, een beetje paniek inderdaad. Dat klopt inderdaad, want ik had 3 tegels in mijn handen. Ja, dus dat is altijd... Dus je kunt eentje gewoon zelf mee naar huis nemen? Dat zou wel heel erg leuk zijn. Nou. Ben ik weer. Ik ben nu gewoon mijn schoenen aan het inlopen. Dus... We kunnen even naar de schoenen. Ze heeft nieuwe schoenen, dames. Die... We gaan weer even uit, zodat we hier ook gewoon hun werk kunnen doen. We zijn zo een beetje terug. Gefeliciteerd. Dankjewel. Super zeg. Ik had het helemaal niet verwacht. Nee, je had het niet verwacht. Nee. Vertel. Nou ja, het verhaal is een beetje een gek verhaal. Het gaat over de Mensur, hè? Duitse studenten die elkaar proberen een snee in het gezicht te brengen met een zwaard. En ja, ik ben eigenlijk maar een zorgverslaggever bij Trouw. Ik heb het ook gelezen. Het is een fantastisch stuk. Je gaat met een zwaard elkaar aanvallen. Met de bedoeling elkaar te verwonden. En dat is een soort ontgroening. Nou, ik heb ook ontgroening gelopen. Ik moest op de grond gaan liggen. Maar elkaar bestormen met zwaarden. Het is een merkwaardig verhaal. Dus volgens mij ook gewoon een terechte winnaar. Hier zitten de mannen van de schermen. En ik mocht hem niet filmen, zei hij. Maar ik doe het toch. Je moet wel even opletten dat niemand plet. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Is dat ooit eerder gebeurd? Heb je ooit iemand geplet met je scherm? Gelukkig niet. Maar je moet wel blijven opletten. Wat gebeurt er nou als je verkeerde knop indrukt? Mag ik een knop indrukken? Nee? Dat vertrouw je me niet toe? Nee. Waar is jouw helm gebleven? Je had net een hele mooie helm met toestanden. Waar is die gebleven? Ik weet niet waar je het over hebt. Je weet best waar ik het over heb. Nee, de helm staat op het podium daar. Ah, je ziet het. Het gaat de hele avond door. Hashtag De Tegel. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hoor ik nou stiekem dat u al wist dat u ging winnen? Nee. Dat had ik gedroomd. Dat had ik gedroomd, ja. En ondertussen gebeurt hier van alles backstage. En ja, het gaat gebeurt gewoon. En... Oh, er zijn net twee mensen hier. Hi, goeiedag. Hallo. Wie ben jij, schat? Joanke. En wat ben jij? Ik ben Jurgen. Hi, Joanke. Wat leuk dat we elkaar hier ontmoeten. Ja. Ja, goed, ja. Een kruisgesprek. Een kruisgesprek, zo gaat het. Ja. Ga jij lepelen of lepel ik? Allebei. Ja, ik lepel wel. Daar hoor je mij ook. Ja. Ja, hoe zijn de winnaars vandaag? Enthousiast? Ja, ze komen dol enthousiast van het podium af en nog echt een beetje beduust eigenlijk af en toe. Ze verwachten, ze hebben helemaal niet verwacht. Ja, echt allemaal? Nou, meneer Eikelboom van Nieuwsuur net had het wel gehoopt. Was al een keer eerder toch wel genomineerd. Had het toen niet gekregen. Zijn het toch wel erg blij dat ik hem nu heb. Hij is echt even blij, ja. Ik vind dat jullie het fantastisch doen. Ga lekker door hier. Doe ik. Mooie jurk trouwens, goede schoenen. Dank. Ja, hou we zo. Oké, dankjewel. Hallo, mogen we even tussendoor? Ja, we zijn even op ontdekkingstocht in het prachtige traphuis. Guido en Stefan zijn namelijk de jongens van de webcast. Die zorgen dat jij nu dit kunt bekijken. En die zitten hier helemaal achteraf eigenlijk. Hier zit Guido. Guido, gaat het goed? Het gaat heel goed. Stefan heeft geen stem, dus je mag geen vraag stellen. Doen we stiekem toch, ook al zeg je maar knik maar. Gaat het goed? Het gaat best goed, ja. Dit is mijn assistente. Ja, Charlotte wil ook even in beeld. Dit is Charlotte. Ze heeft vandaag mijn haar gedaan. Daar ben ik heel blij mee. Kan ik zelf namelijk niet. Zo gaat het allemaal. Je ziet, er komt veel meer bij kijken dan je misschien zou verwachten. Het is televisie. Het gaat allemaal niet vanzelf. Maar we doen het toch. Ik ga een eind aanbreiden zodat Guido precies kan doen wat hij net vertelde. Dus Guido, hier is mijn eind. Her en der. Je bent de kabeljongen. Eigenlijk wel, ja. Is dat een beetje leuk? Het is heel leuk. Ik moet zelfs nu weer opletten.
Hier staan alle mensen helemaal vrolijk. Heeft u nog tips voor journalisten in de dop? Oef. Luister. Wat ik net zeg. Journalistiek is het mooiste beroep van de wereld. Het is hier druk, jongens. Even kijken hoe we hier doorgekomen. Hoogtepunt? Het hoogtepunt. Niet de band, moet ik eerlijk zeggen. Wij vonden dit een fantastische avond. En ik ben blij dat we nu eens ook wat meer hebben kunnen laten zien van de genomineerden. Vroeger moest dat altijd zo snel, omdat er nog een grappenmaker moest komen. Wist je wel dat er een backstage livestream was? Ja, die wist ik wel. Maar mijn telefoon is bijna leeg. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, hij is wel heel erg lelijk hoor, die tegel. Hij is lelijk? Hij is ongelooflijk lelijk. Zal ik je wat bekennen? Ik ben pas net binnen, want ik moest werken. Dus ik kom gewoon alleen voor de alcohol. Lelijk ding, toen grijze tegel. En dat zeg ik nu niet omdat we niet hebben gewonnen, want hij staat al bij mij in de kast en heeft een prachtige plek. Het is en blijft een ongelooflijk lelijk ding. Ik vond het leuk om te doen. Ik hoop jullie ook. En wie weet, tot volgend jaar.